Eerst moesten wij in juli al het kostschool uit vanwege de Duitsers, in juli 40. En toen ben ik dus in augustus naar het seminarie gegaan, september. En toen heb ik het seminarie doorlopen tot de vierde klas, maart 44. Toen moesten we van de Duitsers eruit. En een paar weken later zijn we toen in een school in Dongen, een Mariaschool gekomen, ingekwartierd. Er waren net de Tartaren eruit. Er waren Russen in dienst van de Duitsers. Die hadden die zusters in Dongen een beroerte kregen als die lui met bloot bovenlijf uit ramen. Ja, wij hadden niet anders. Dat is geregeld werden gebouwen gevorderd. Hè. Dat was in die tijd de gewoonste zaak van de wereld. Ik ben gevangen genomen 22 augustus en dat kwam. Er lagen in ons dorp in standen buiten. Daar lag een compagnie mariniers. Ja, snotapen van 16, 17 jaar, net zo oud als ik. En die hadden niets meer aan het eind van het dorp. Die konden geen idee van vormen. Dan kwamen ze, kregen ze goederen aan station in Oudenbosch. En dan vorderden ze bij de boeren paard en wagen om de spullen te brengen. Ze hadden geen enkel vervoer hoor. Maar wij woonden in het dorp, dus wij waren normaal te klos. En dan komt de sergeant bij hoor, denk ik, of zo iemand, met 1 of 2 soldaten, paarden vorderen. Toen s'morgens was in de voormiddag. En toen zei ja, maar wij schutsen jullie voor de Russen en dit en dat. Ik zei, jullie zijn net zo'n werkman. Jullie mogen alles wat jullie me uitgehaald hebben. Dan veel meer is er niet gezegd, hoor. Maar een aanvallend leger, een overwinnend leger, kan alles hebben. Maar een verliezend leger niet, hè. Dus middags komen ze op mij halen. En jammer genoeg, mijn vader niet in de gaten. Ja, uw zoon met die bril. Ja, maar wel goed, dat is ja goed. Maar goed, ik werd dus meegenomen. Ik heb 4 dagen in de kot gezeten. Ik was eerst uit. Ah, Judenhoofdwet, zo heet die sergeant of die wacht, die luitenant, denk ik dat was. Nou, toen werd ik bij de veldwachter in de kot gezet. De veldwachter heeft altijd, ja, die moest ook wel natuurlijk. Mij het kot altijd open laten staan. Ik had zo weg kunnen lopen, maar nooit gedaan. Toen heeft hij mij de 26 augustus, dat was op een zaterdag geloof ik, met de fiets naar Breda gebracht. En dat was bij het veldje naar hem. Ik heb het geluk gehad. Maar even nog. De veldwachter liet de deuren openstaan en u had zo weg kunnen lopen. Ja. Waarom heeft u het niet gedaan? Had hij een moeilijkheden gekomen, waar ik het moeten zoeken. Maar u had kunnen overwegen om dan onder te tijden. Ja, dan had hij hem aangepakt natuurlijk. Hè. Maar als u zich goed verstopt had? Ja, nou, de veldwachter is doodgeschoten geworden. Hè. Oh, nou, dan kent u de tijd van de oorlog niet. Nee, nee. En nou, toen heeft hij mij de veldwachter heeft mij naar Breda gebracht. En dan heb ik het geluk gehad, niet bij de ziekenhuisdienst, die zat in de KMA, maar bij de veldgendarmerie, dat is de marechaussee van het leger, hè, de militaire politie. En die zaten in het tweede huis links in de Willemstraat in Breda, als je het station uitkomt, waar de IGB gezeten heeft. Dat gebouw, daar zijn die mannen met die platen op hun buik, dat waren dus van de Weermacht. En nu een dikke vent, die schot me, ja, ik moet weten, ik had expres een korte broek aan, ik was 16, net 17, Manchesterse broek van de oude verkennerij. Ja, bromde die man, een concentratieoverslag gezien. Nou, toen belde hij en toen kwam er een soldaat en die moest me naar de gevangenis brengen, kennelijk. En dat was kennelijk, kijk, de Duitsers hadden nogal wat soldaten die ze niet vertrouwden. Elsassers, maar ook een Limburger die toevallig Rijksduitser was, die moest mij naar het gevangen brengen. Hij zei tegen mij, jongen, loop niet weg, want dan moet ik schieten, zei hij tegen mij. Nou, zo werd ik naar het huis van bewaring gebracht en daar ingeschreven. Ik werd gevangen in 1031 in cel 13. En daar staat Stoffelen, al. En ik lag op een vuile strooizak op de vloer en hij had een krib. En we hadden samen een ton en ja, dat ging toch niet, die dit was. Ik heb de cel vaak afgemeten, 24 met 3 meter was hij. En daar heb ik gezeten en ik was natuurlijk ook bezorgd. Hè, jongen van 16, 17 jaar en 4 september, en de geallieerden waren in opmars. Daar kom je wel uit, ik kreeg nog alles wat eten van thuis. En bovendien, de politieke gevangenen zat in de eerste cellen. Vooraan. En meneer Brinkelmans, dat was een cipier, daar wisten wij wel van dat hij toch wat van de ondergrondse was. En die stopte sommigen wel eens wat eten toe, zei wel eens wat. Hoe wisten jullie dat? Ja, dat had op een of andere manier liet hij dat wel merken. Met en, een knipoog? Ja, ze zei wel eens wat, maar dat wisten wij wel dat hij sommige dingen, dat hij toch wel op een andere richting. Die hadden ze waarschijnlijk expres bij het politieke gevangenen gezet, hoor. De directeur, die moest ons ook vasthouden natuurlijk, hè, want huis en bewaring. Hoe komt dat? Hoe kwamen uw ouders trouwens dan in Breda? Gingen ze naar Breda en gaven ze eten aan de poort? Mijn broer ging met de fiets naar Breda en gaf dat af aan de poort. En dat kreeg ik altijd. Vanuit Standerbuiten? Ja, van Standerbuiten. Op maandag 4 september is Antwerpen gevallen. En wij voelden maandag al het trillen van het gebouw. Hè. Dan kon je gewoon het geschut trillen af en toe. Hoor. Dat was duidelijk te merken. En wij hoorden ook dat de geallieerden er vrij dichtbij waren.
En toen is het beroemde geval van Dolle Dezer, dat heeft mijn leven gered. 5 september 's morgens, ik denk om 10:45 ongeveer, zoiets is het geweest, werden alle politieke gevangenen in één cel bij elkaar gebracht. Vooraan. Nou, ik denk dat, ik weet niet meer precies hoeveel we waren, ik denk een man of 10, 15, ik weet niet meer precies hoor. En iedereen ging erin werken, er kwam er geen één terug. Ik kwam binnen, in dat bureau, en er zat een man aan een bureau, en nog een man, en er stond een man die ik voor een SS'er aan zag. Ik dacht, joh, het is de kogel, het is afgelopen. Maar dat was geen SS'er, dat was meneer Verhoeven. En was u bang toen? Ja, heel bang. Heel bang. Ik dacht, nou is het afgelopen. Ja, ik moet rekenen, we stonden op scherp van de snee. De Duitsers zouden natuurlijk ons meenemen om ons niet in handen van de geallieerden te laten vallen. Want het was duidelijk, die waren een aantocht. Tenminste, dat was toen het geval, hè. Puijenbroek die zei, wij zijn naar de directeur gegaan, de zaak staat op scherp, de SSD komt straks de gevangenen halen, dat ben je zeker, loslaten. Ja, maar dat kan niet, dan schieten ze me dood. Ja, dat kunnen wij ook, had Puijenbroek gezegd. En toen is de directeur en enkele cipiers zijn ondergedoken en die valse papieren zijn gemaakt terwijl ik erbij stond. Mijn papier is ingevuld, dat ik erbij stond en dat hebben ze meegenomen naar die kapelzaal. De verbinding was tussen het gevangenis en het gerechtsgebouw is een kapelzaal. En daar werden wij verdeeld. En waar die anderen naartoe gestuurd zijn, dat weet ik niet. Kijk, ze waren papieren aan het samenstellen. Als de Duitsers 2 uur later kwamen, dat zijn getekend papieren. Die Duitse groep heeft ons meegenomen. Kijk, wij waren weg. Als ze ons gepakt hadden, waren zij de sigaar geweest natuurlijk. Wij hadden niks. Maar die naderhand heeft daar personeel. Ja, we hebben natuurlijk 2 Duitse soldaten hier geweest. En die hebben dit getekend. Die, we hebben de gevangenen moeten overdragen. Dat waren dus papieren die bedoeld waren. En 2 uur later is de ziekenhuisdienst gekomen. En toen hadden ze dit. Ja, we zijn al weg. We zijn door een SS-groep, weet ik het wel, meegenomen. En toen zijn we naar de kapelzaal gebracht. En de kapelzaal, dat was een ruimte met van die deurtjes met gas. En daar werden we ontvangen. Te vroeg Bram Puijenbroek, die met die pistool liep hier naast me. Klein mannetje, een fel kereltje. Hij zei, ken je iemand in mijn redactie? Ja, in de familie Larijs in de Veemansstraat, die ken ik wel. Ja, maar dat is binnenstad, dat mag je niet in, dan moet je buiten blijven. Hij zei, nou zit je loopt het Zoom, dat vroeger gevangenis in, weet je nog, het gerechtsgebouw, hè? Nou, aan de overkant heb je een winkel, een groentewinkel geloof ik. Er staan 2 vrouwen met de rug tegen het raam, dan moet je naartoe gaan. Daar waren zijn vrouw en haar zuster waren daar. Nou, die hebben ons meegenomen naar de Terijsweg. En op de Terijsweg hebben wij die dag heel nacht gezeten. Er kwamen duizenden soldaten voorbij. En de officieren probeerden ze tegen te houden. Nou, ze keken er nog niet naar. Het was echt afgelopen. Het was klaar. Hoe voelde je je toen? Ja, ik dacht vrij. Het is gelukkig goed afgelopen. En s'avonds ben ik naar een onderduikadres gebracht in de Van Voorst tot Voorstraat. En daar heb ik gewezen tot de Polen. Ik kreeg wel van Puijenbroek een bonkaart van boven de 21 en een voor beneden 3 jaar. Die had ze pas geklunderd gestolen. Bon, dat was voor het huis waar ik naartoe ging natuurlijk. Ja. Want dan moesten ze natuurlijk eten kunnen krijgen. Hè? Ik heb heel veel pistolen moeten schoonmaken. Ik heb ook een parabellum in mijn handen gehad. Daar hebben ze 1919 moeten, bij de Vrede van Versailles moeten vernietigen. Maar ze hadden een parabellum. Kijk, je moet rekenen. Een parabellum is een pistool. Het heeft een vizier tot 1800 meter. En dat precies onder het vizier gaat dat ze met harde veer omlaag. Dus die, net als bij een woonpistool, dan schuift die dingen erover. Nou, dat kun je niet goed meer richten hoor. Maar dat parabellum, daar gaat precies die gaat achterover als de kogel, de huls, die wringt dat achterover en dan gaat er weer een nieuwe kogel voor. En dat blijft precies in de lijn. Een parabellum. Ik heb er in mijn handen gehad, ja. En toen heb ik oude rolvolvers schoon moeten maken en zo. En ja, zo wel aan de gang gehouden. Wij zaten in, moet je weten, in een woonwijk, een gewone woonwijk, aan de zuidkant van de Voorstraat. Dus de tuin lag aan de zuidkant. En de Polen en de Britten die schoten over de brug van Terij. Dat ging. Ja, ik heb honderden gehoord, dat kan ik niet uitbeelden. En we zaten onder de trap zaten wij, de familie. En Bram Puijenbroek met zijn vrouw zat er ook. En dan iedere keer, ja, bam. Ah, zei Bram, dat hoor ik nog liever het mooiste orgel van de dominee. Dan zei Martha Smalger, foei Bram, dat mag je niet zeggen. De pilotenlijn waren veel katholieken of communisten. Deze was een gereformeerde groep. Die kenden en vertrouwden elkaar zonder meer vanwege de kerk. Mijn oogmerk is dit, dat ik
werkelijk enorm dankbaarheid wil betuigen. Dat ze mensen zich zo hebben ingezet. Hè. Kijk, hij zei, Bram Puinbroek zei tegen mij, als we als de Duitsers 2 uur eerder waren gekomen, dan waren we eraan geweest. Zonder meer. Want met die korte pistolen die hij had, ook controle zo van die kleine dingen. Nou, ik heb de oorlog meegemaakt. Ik heb de Nederlanders, ik heb de Fransen gezien, de Duitse dingen. De Duitsers binnengekomen met een enorme macht. Ik heb in 43 toen de geallieerden begonnen, mijn broers ook een keer, toen 4 Spitfires beschoten met een boer waren. Ja, toen begon die oorlog. Als je ziet in wat voor geweld met kleine middelen die mensen gewerkt hebben, dat is enorm geweest. Wat was hun motivatie? Allee? Wat was hun motivatie? Ja, dat weet ik. Ik denk als ze het zelf niet onder woorden konden brengen. Die wilden voor mensen opkomen, denk ik, ja. Want zij hadden geen enkel belang bij om ons uit de gevangenis te halen. Geen enkel. Maar ze wilden al van ons uit de gevangenis hebben. En ze hebben ons leven gered. En wij waren of naar Duitsland gebracht, of naar de kogelvangst gebracht, denk ik, of doodgeschoten.